All right. Okay. Hey, respect. Laten we dat gaan maken. Je zegt dat een voorbeeld wat gebeurt. Je probeert te luisteren, je probeert wat mee te geven. En veel studenten komen naar binnen en hebben geen respect voor wat hier gebeurt. En hij probeert wat te leren. Je kunt het understand that, right? Yes, oké, cool. Wat we proberen bij te geven is dat respect iets heel moeilijk is. Dat iets wat heel tastbaar is in de praktijk. Dus daarom stop ik gewoon iedereen die hier net in kon maken, om jullie wel te leren. De respect dat ik ook aan hun geef in de volgende keer, misschien in de volgende 60, 70, 70, is precies hetzelfde respect dat ik aan jullie wil doen. Begrijpen jullie dat? Oké, goed. En waar wil ik het vandaag over hebben? Eigenlijk niet alleen over mezelf. Helemaal niet over mezelf. Ook niet over super, maar eigenlijk over jullie. Toen we hier naar buiten zaten, jullie begonnen eigenlijk, en jij begon eigenlijk al. De staatsgebied in Nederland. Vraag je woord dat ik in normaliteit niet zou gedragen, dat maakt het niet uit. Want wat we vandaag gaan vertellen, de manier waarop wij willen dat jullie participeren, heeft gewoon direct invloed hoe hiphop nu is geworden en wat hiphop eigenlijk kan zijn. Hiphop, met alle respect, is heel wat meer dan hoes en bitch. Ja, toch? Hoes en bitch. Daar zijn we heel goed in. Dat hebben jullie aangeleerd, dat als een groot deel van ons heeft, dat jullie aangeleerd dat het van hiphop is. Wie de meeste stacks heeft, wie de meeste homes, wie de bitches heeft, deze. En ik heb de mooiste rips in de wereld, en dit is en dat is hiphop. En daar staan wij helemaal mee. Ik ga jullie nog wat vertellen over hoe wij begonnen waren. Ja, hoe ik begonnen was in 88, 89, super. Wel eerder dan dat. En waarin wij een bewuste keuze toen al hadden gemaakt om te zeggen van. In plaats van die richting uit te gaan, commercie. Commercie moeten wij net doen. Ik weet niet hoe we dat allemaal doen. Sorry, ik denk dat je nergens voor uit moet doen. Hadden wij gekozen om duidelijk sociaal maatschappelijk bezig te zijn. In die zin dat we kijken wat er om ons heen gebeurt in de wijk. We kijken wat er om ons heen gebeurt. De politiek en wat. Aan de zand, jongens. Dit gebeurt nu. Oké, okay, ik ga ready to get you stuff. Hold on. Why? Hey guys, pay some respect. We're trying to teach you. Sorry. Okay, so good. Yeah. Sociaal maatschappelijke vraagstuk. Zaken waarmee wij niet eens staan hebben gewoon onder onze neus gebeurd. Daar willen wij als iets tegen optreden. In die zin moeten we zeggen, oké, jongens, we gaan niet alleen maar. Maar we gaan ervoor staan. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want je kunt het zo beschrijven als je wilt. Maar als het erop aankomt, ga je er wel voor staan. Dat is iets, een bewuste keuze die je maakt. In die tijd heb je heel veel crews. Een van de belangrijkste crews was de Zombie Squad. Suki maakte daar onderdeel van uit. Sociaal maatschappelijk bezig. Politiek georiënteerd, et cetera. Daarmee creëerde je. Dat was heel veel fans. Ja. Een grote fanbase voor, maar ook een hele grote fanbase tegen een stond ergens voor. Dus tegenwoordig artiesten vragen waar sta je voor? Waar staat de maatschappij voor? Noem eens een populaire artiest van jullie, tenminste op Nederlands niveau. Een Nederlandse rap. Nederlandse MC. Kleine Papi, waar staat die voor? Zeg maar. Waar staat het? Anders dan gewoon een beetje een grens. Waar staat het? Noem eens een eentje die sociaal maatschappelijk bezig is, waarvan jullie zeggen ja. Die jongen die is bezig in zijn gemeenschap, die geeft terug aan de gemeenschap en kan hij echt niks geven, of hij het lijkt of niet lijkt, et cetera, et cetera. Hij geeft terug. Noem maar eentje op. Maar als er een handvol is, dan is het misschien al een handvol, maar jullie kennen het niet. Laat het zo staan, want wat jullie horen is hoes en bitches. Dat hoor je. Dat zie je op de film. Iedereen wil een ster worden, iedereen wordt een ster. Dat zien we. En wat wij jullie willen aangeven is. Er is een totaal andere manier om er ook te komen, maar een andere aanpak die veel duurzamer is dan MC's met alle respect. Dus het feit al dat jullie niet eens één of twee rappers kunnen opnoemen die sociaal van de bezig zijn. Dat zijn allemaal over hip-hop.
Oké, wat zo goed? Wat zo goed? Nee, oké. 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 Doei. Bye. Want dat betekent toch heel vaak dat je een heel groot van je fanbase, een commerciële fanbase, zult verliezen. Niet iedereen is het eens. En de grote massa wil niet zeggen. De grote massa wil. Miley Cyrus on the ball. Leven 6. Leven 6. She naked today. Swing on, swing on. Dat wil de grote massa. Nou zijn ze niet geïnteresseerd. Zodra ze over moeilijke onderwerpen gaat, nou, dat is niet iedereen. Maar zoeken ze heel veel makkelijkste weg. Sociaal betrokken rappers of MC's, hoe je dat op groepen, die hebben het gewoon heel moeilijk in de markt gedaan. Want je verkoopt het niet zo snel. Als het een echte gimmick is, misschien op Amerika, heb je misschien een kans. Maar om daar heb je heel veel, in ieder geval groepen, die stuk lopen. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Niet bij Arie Mannes, ik voor mij heb je ook die video, ja. Dat is even geen onderwerp. Zeg of daar de video zoek je, zet hem maar gewoon bij het begin. Voor jou, hè? Ja, is goed. Oké, je hebt respect, ik heb respect. Nee. Ja, wat wij gedaan hebben, ik vertelde jullie een klein beetje denk aan 88. Eén groep was dus de Zombie Squad, de andere groep was 24K. Google maar, komen we erachter wie ze zijn, hoe ze waren. Wat we deden, is gewoon schoppen tegen de maatschappij op een hele positieve manier. Niet alleen maar signaleren dat het slecht is, maar ook een plan voor aanpak de rechterraad om werkelijk vandaag iets te doen. Dat is de basis geweest van de filosofie die wij tegenwoordig hanteren. Hier respect ik even, stop, jihad is jihad. Het zit heel makkelijk, kom ik daar wel even op wat er dan nog leeft in de praktijk. Een van de belangrijkste zaken waarmee we dat kunnen laten zien, is voor ons in de praktijk. Kijk, zoek je een baan, ik heb een baan, hij heeft een goede job, ik manage bedrijf. Ik ben nu 2 dagen weg van huis, hij ook weer de hele week weg van huis. Dat kost ons gewoon geld om hier te zijn. Maar we vinden het belangrijk genoeg om hier te zijn. En de fee die wij normaal niet kunnen vragen, en nou, we zien misschien uit het niemand al, iemand zei het in de gang, ik weet niet wie het was, of die is een foto waar we aan maken van de een of andere gozer in de chocoladepak. Wie zijn jullie? Ik zit bij niemand. Maar als ik mijn credentials hier op tafel leg, ja, als ik jullie vertel dat ik concerten heb gedaan voor 60.000 man, ja, die voor hiphop kwamen, die voor ons kwamen, 60.000 man, voor 40.000 man, voor 20.000 man, als ik hier mijn credentials op tafel leg en hij ook zijn credentials op tafel legt, kunnen ze ons niet staan. Punt. Wat we gezegd hebben, is, we komen hier op een voorwaarde dat de fee die wij mannen zouden vragen, dat die terug gaat naar de gemeenschap. Ik hoef het geld niet. We raken nog geld aan het zoek jou. Nog een element wordt erbij gezet en is, oké, leuk dat we nou een goed doel gaan schenken. Maar geeft de leerlingen de keuze, geeft de studenten de keuze om te kiezen naar wat goed doel te dat het besteedt. Dus we vragen om participatie van jullie. Snap je? Dus respect wat die 5 of 6 kerk is, wat dat eigenlijk is opgebouwd is. Wij staan hier, we geven antwoord op de gemeenschap, dus dat we zeggen, ja jongens, ik verlies een paar dagen geld, maar we investeren daarin, want dit is gewoon veel te belangrijk voor ons. 2 is te zeggen van jongens, die fee, die gaat met goed doel. 3 is participatie, de leerlingen, jullie zijn de functie. Jullie moeten erover nadenken, wat kunnen we met de fee gaan doen? Maar dat respect kost ons dus geld. En dat is de basis van waar wij voor staan. Je kunt wel zeggen respect, ik respecteer jou, maar als het jou niks kost, ja, als het geen pijn doet, stelt het niks voor. Ik geef een voorbeeld. Wat ben jij goed in? Of waar is zij goed in? Wat ben je goed in? Nou, bijvoorbeeld rennen of zo. Je bent goed in rennen. Ja, ik ben beter dan jij. Weet je, ik ben 100 keer beter dan jij. En ik laat je het over weten dan. Ja? Respecteer je me dan of niet? Respecteer jij je tegenstander die beter is in het rennen dan jij? Ja, tot welk niveau? Tot het niveau dat ik in je gezicht kom en tegen jou zeg, ik ben beter dan jij. Ik ren jou echt wel eruit. Kom maar. Oh, oké, goed. Oké, heel goed. Iemand anders voor? Of waar zijn jullie goed in? Ik zou daar niet weten. Zou daar niet weten? Nee, en je weet wel. Ook in de game. Oké, ik ben goed in de game. Ik ben veel beter gamer dan jij. Nou, zou je mij dan respecteren dat ik dan veel beter gamer ben, denk jij? Nou, dat is toch zo zelf.
Nee, niet zo zeggen, nee, precies. En als ik trouwens zeg, ik weet niet of een vriendin of vriendin dat maar eigenlijk donder uit. Maar stel dat ik dat in het bijzijn van een zogenaamde partner ook nog eens een keer in je neus zou krijgen. Ja? Heb je dan nog steeds respect voor mij, terwijl ik een 10 keer veel beter in jij ben dan jij? Nee. Oh, oké. Okay. Wat wij dus wel zeggen, is dat het heel gemakkelijk is, inderdaad, zelfs als je iemand ergens beter is, dan denk je, het is goed, maar je respecteert. Maar als het jou iets kost, dan zou je ook tegen zo'n tegen iemand anders gewoon zeggen, hé, die kent het zo beter dan ik. Of zou je gewoon stil blijven en een beetje weer doen zijn die persoon die erg verder is te kennen. Wat is de keuze die je normaal hebt voor een tijd maken? Is die zo makkelijk? Is dat een makkelijke keuze? Nee, het is niet makkelijk. Nee, het kost je gewoon iets. Het kost je gewoon een stuk van jezelf door werkelijk gewoon te accepteren. Of te accepteren dat op dat moment bijvoorbeeld iemand werkelijk weg is dat jij in iets. Maar je kunt het ook een persoon gunnen. Of niet zoals. Dat is ook een gedeelte van respect, toch? Als je het teammate of je wie dan ook, ergens, weet je, ineens haalt of wat dan ook, hoeft niet meer doen te zijn. Je kunt het ook gunnen. Gunnen en je kunt het ook leren. In die zin van oké, afvragen hoe die persoon, kan ik dat ook leren. Dus een andere insteek, gebaseerd op respect, dat we hebben afgerust. Nou, dan gooi ik dit weer terug naar artiesten. Waar wij artiesten heel goed in zijn, zien jullie te vertellen. Oh, we zijn zo goed. Oh, we zijn zo goed. Kom maar, koop onze ish. Weet je, ik heb een merchandise, koop een t-shirt, koop mijn schoenen, koop mijn dip. We zijn zo goed. En het kan mij helemaal niet schrijven hoe het jou eigenlijk gaat. En dat het misschien wat slechter gaat in de gemeenschap. Kan mij ook helemaal niet schrijven, maar koop mijn dingetje, want ik ben zo goed. Raad en neigt onder de artiesten. Terwijl we niet nadenken over de feit van. Wat gebeurt er in onze gemeenschap? Lokaal niveau of internationaal? Tenzij er een camera is, tenzij er een SBS, tenzij er een MTV of wie dan ook achter staat. Dan zijn we als artiesten in de tweede plaats bereid om voor de maatschappij te staan. We staan voor de maatschappij. Absoluut. Maar als de camera uit is en niet werkelijk iets kost, dan denken we er 100 keer over na. Wat wij dus juist zeggen is, ongeacht of er nou een camera is of niet, ongeacht of er nou betaald wordt, of niet, we staan gewoon voor. Voorbeeld. Hoeveel kinderen leven onder de armoedegrens in Nederland? Weet u dat? Wist je überhaupt dat kinderen onder de armoedegrens leven in Nederland? Ja. Ja? Hoeveel denk je? Voor mij is het van 400.000. Ja, oké. Okay. Van de money. 400.000 op 16 miljoen. Doe dat maar. En we meestal op iemand anders ter wereld, toch? 400.000 kinderen. Dus misschien ook bij jou in de buurt. Dan hebben mensen onder, hebben kinderen onder de armoedegrens. Doe je dan niks? Ja, ik heb maar mijn fiets. Ik heb camera in mijn ish. Ja? Nee, ik kan zeggen, kom bij jou langs en ik klop je alles uit de zak en weet ik ook niet wat. Ja, ik bedoel, die mensen die op de ouders gaan zeggen, dat zijn mensen, die vader, die zijn maar kwijt. Hij moet de saaiers toch, ik vind het zijn die toppies. Je kunt niet een baan houden, niet een baan hebben, en zo, ze moeten niks vergeten. Weet je, het interesseert me toch gewoon niet, interesseert het jullie wel. Oké. Okay. Interesseert jullie wel tot op een punt dat jullie zelf zouden zeggen, kan ik er wat aan doen? Respect. Of is het daar? Weet je? Nou, ik vind het fijn dat het gebeurt, weet je. Maar om mijn zaken, ik laat het even verder. Dat is het bewustzijn dat wij willen creëren. Dat is een onderdeel van respect dat we naar voren willen halen van jongens. Als je er niet over nadenkt dat het nu in jouw gemeenschap gebeurt, stel dat het jou overkomt. Wat zou je dat vinden als iedereen daar gewoon doorloopt? Of als, stel, jullie zijn vrienden en mijn vader, weet ik het, is je baan kwijt, is je moeder raakt het baan kwijt, huis kwijt, alles kwijt, bla 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 bla. Ja? Dan raakt het jou. En denk je, want het is jouw vriend. Maar als het dan niet jouw vriend is en gewoon iemand die bij jou in de buurt is, kan het jou niet werkelijk wat schelen? Ja, ons wel. Ja? En dat proberen we aan artiesten in Nederland gewoon voor te leggen. Jongens, de inhoud. Wat nu werkelijk belangrijk is, uiteindelijk komt het erop neer. Als jij niet bezig bent voor jouw gemeenschap, dan ben je maar gewoon iemand die overhouden zijn pitches en weet ik wat, dat blijft zeuren en schrijven en whatever. Oké, natuurlijk, dus moet je weer verder gaan. Nee. Nou, ik ben 43 en de dinosaurus is. Ik kom in de Curaçao en de meeste culinaire eilanden, zo wat ik natuurlijk afschilderd in de Caribbean. Misschien ben ik een van de betere of zo, maar ik ben heel netjes opgevoed.
In die zin dat ik respect moet geven aan ouders, in die zin dat ik de maatschappij om hen niet respecteer. En in die zin dat ik weiger mezelf te conformeren aan dat stereotype dat is. Dit is goed waar ik vorige keer tenminste in het vorige leven dus aansteken sinds dat er niet voor kan. Ja. Zoek hier als je verder kunt. Ja. Dit waren, tenminste, dit is onze LP. Kun je ook googelen. Nou, weer eens. We waren een van de eerste signatiensten in Nederland. Kom uit oorspronkelijk uit Eindhoven. Je hebt meer platen verkocht dan wie dan ook hier, tenminste underground. De meeste artiesten die tegenwoordig gewoon wat willen dropdraaien. Soekie weet dat dan, Soekie. De groep waar Soekie in zat is ook enorm succesvol geweest. Zijn ze nog steeds. Maar ik wil even alleen maar illustreren. Ik weet wat het is om platen te verkopen. Niet downloads, gratis. Ik weet wat het is om platen te verkopen. Ik weet wat het is om naar school te gaan. Ja, en s'avonds thuis te komen zo'n paar duizendjes. Dat weet ik wat het is. En ik weet wat het kan opleveren, maar ik weet niet hoe je jou kapot kan maken. Want je gaat heel snel, al begin je vanuit het sociaal-maatschappelijk oogpunt, je gaat heel snel zakken. Met dit, wat maatschappij. Hoe zie ik maar gewoon niks. Nou, het is er over, weet je wel. Even terug gaan geven aan de gemeenschap. Hé, hey, oh, zijn iedereen komt op jou, van bla 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 bla. Dus dat was mijn pitfall. Dat ik over de commissie. Super. Goed, dit was onze record deal. Dit is een van de meest succesvolle dames, DJ's, alle tijden in Nederland. Jazz, Saskia Slegers, googelt haar maar. Ze begon alleen samen met ons. En binnen 4-5 jaar had ze meer dan 1 miljoen platen verkocht. Dus we waren nummer 1, de eerste productie van haar. En dankzij ons heeft ze gigantisch en gigantisch veel geld verdiend. Ik ben eruit gestapt, was gezeur over geld, zoals heel veel artiesten daarin. En vanuit die positie ben ik in ieder geval een ander pad ingegaan door te zeggen van nooit meer te krijgen met die mensen. Deze jongen, DJ 1-2, iemand heeft ooit een van jullie over Campy gehoord. Ja. Campy komt uit onze stad, van 24K. Campy was een protégé van DJ 1-2. DJ 1-2 heeft zijn eerste LP geproduceerd. Die jongen helemaal klein en daarna doorgezet naar toch nooit, ja, weet ik ook niet wat hier van bij kwam. Maar zo was Eindhoven toen. Eindhoven en Groningen waren de twee plekken waar hiphop gewoon leven. Hiphop vandaan kwam, waar de grootste artiesten tegenwoordig, waar zoveel invloed tot op vandaag, tot op heden, de grootste artiesten in Nederland vandaan kwamen. Nou, zoek ik, kun je het doorgaan? Thuis. Top 20 in Engeland. Zegt niemand wat. Maar daarom zeg ik ook, wij zijn heel nederig in hetgeen wat wij doen. Maar als iemand zijn grote mond opdoet in Nederland, welke artiest dan ook, ja, dan zijn we best wel bereid om dat voor te nemen. Maar dit is niet relevant voor ons. Dit doen we even alleen maar ter illustratie naar jullie toe. Van, wij weten wat het is, de roem. Wij weten wat het is, armoede. Wij weten wat het is, sociaal-maatschappelijke betrokkenheid na te streven. Wij weten wat het is, de commercie na te streven. Zoek het, kun je doorgaan? Nou, Jungle Brothers, zegt jullie weinig. We hebben met heel veel grote artiesten op te treden. Bla bla bla. Gaan we lekker door. Dit is een leuke fan van ons. Had een foto van mij doorgestuurd. Ik weet niet, dat is ook al lang geleden. Ik weet nog steeds niet wat dit is. Harry Potter of zo, ik weet niet. De sign of the amulet of whatever dat was. Maar ik, ja, ik zit nog steeds over na te denken wat het precies was. Ik had toen nog haar, zoals jullie zien. Oké, goed. Let's go. Dit is een Delfzijl. Groningen, Delfzijl, het noorden was altijd heel goed voor ons geweest in die zin. En ik herinner me dat optreden nog, dat was nogal druk bezocht in die tijd. Dus de bussen en bussen en bussen vol dat mensen afreisden om gewoon een show bij te houden. Precies hetzelfde bij Zombie Squad. Dus jullie herkennen het wel. Let's go, Soekie. Nou, dit is Soekie. Deze goede man, die houdt mij al een jaar, middags 25 in de gaten zonder dat ik het wist. Maar we zijn altijd goede vrienden gebleven. En een jaar of 6, 7 geleden, dit was 88 of zo. Ja. Zijn we elkaar weer tegengekomen en zijn er over na gaan denken van hoe kunnen we de jeugd beter bereiken, hoe kunnen we wat meer doen voor de maatschappij wat tastbaar is. Let's go. En zelfs feestje. Zelfs feestje. Het podium, net zoals publiek. There you go. Zoals elkaar supporten gewoon. Ja, voetballen. Statisch. There you go. Goed, hiphop in je. Ja, you guys know it. Alle media hebben gestaan, zoek je ook. Alle media die er zijn hebben gestaan. Dit was een reunie van 24K in 2000. Dat was. Er waren een paar duizend mannen of zo in het beurscentrum in Eindhoven. Nou, dit ben ik. Reunie, nou, hier misschien hier en daar, dat was een reunie.
En de laatste keer dat we met 24K opdraaiden. En de main artiest toen was Big Daddy Kane, zeg ik dus niks. Google het maar. Een van de grotere Amerikaanse hip-hopster. Nou, in ieder geval, het was een hele mooie show, maar dat was het einde in principe van 24K. En het begin van de stap richting de tunnel. Goed. Een van de belangrijkste DJ's in de Nederlandse geschiedenis, DJ All-Star Fresh. Nummer misschien dat je wel of niet kent, hoe het maar, Back by the Man. Zie je nog steeds miljoenen en miljoenen views. Daarom is van gemaakt, en niet meer. Ja, nee, bedoel ik. Een van de oudste vrienden die erbij zit. Nou, als jullie tijd hebben, zoek de rest maar op. We hebben al in het plaatje, dat is ook niet belangrijk. Als we even doorgaan, zoek die. Kijk, ogenblik zijn we. Ik heb het nagedacht over een simpele boodschap die alles vertegenwoordigt wie we zijn wat wij doen. Maar toch terugkomt naar de essentie. En de essentie heb ik teruggezet naar 10 zinnen. Kan iemand de eerste zin lezen? The power of the true artist cannot be found in bragging boast, but in nobility to inhale life and extra respect. Oké, en wat denk je dat dat betekent? Dat je als artiest niet zeg maar moet gaan braggen wat je allemaal gedaan hebt, maar meer met wat je ja, zeg maar met respect te maken hebt aan zeg maar, de andere artiesten en mensen om je heen. Heel goed. Dat is een van onze basiszaken. Als wij ergens komen, wij hoeven niet aan te geven ik ben dit en ik ben dat. Onze vraagstelling is juist, hoe kunnen we jullie helpen? Dat is hetgene wat we voorleggen aan andere artiesten. Hoe kunnen we jullie laten zien van, oh jongens, dit waren onze vragen, dit zijn onze dingen die wij geleerd hebben. Hoe kunnen we die op een manier doorgeven naar jullie? Zonder ego's naar voren te halen. Want dat heb je als wij ergens gaan optreden. Nou, mensen die ons niet kennen. Nou, ik ben dit en ik ben dat en ik ga dit en ik dat. Hij blaast je van het podium af. En ik blaas jou van het podium af. Kan me niet schelen dat jij 15 jaar of 20 of 25 jaar jong bent dan ik. Als je in de battle mode komt, ja, dan word ik wakker. Als je het niet doet, als je respectvol bent, dan geef ik je alle kans. Dan kun je in onze show, dan kun je de hele show aan, alles van ons overnemen. Die spotlight interesseert me gewoon. Maar zodra iemand naar voren komt en zegt, ik ben dit en ik ben dat, dan laat ik zien wie ik ben. Dat is de battle mode die ik als artiest nog heb, dezelfde zoals hij. Als hij dat heeft. Zo zijn we regel voor regel gaan nadenken van jongens, waar gaat het nou over ons? Die tweede regel, precies hetzelfde. Gaat het nou over ons? Of gaat het nou over de maatschappij? De derde regel. Weet je, het respect geven aan de mensen die voor ons waren. Want hij heeft aangegeven hoe hip-hop was. Ja? Het respect geven aan de mensen die ons hier naartoe geleid hebben. Of ze nou goede of minder goede MC's waren. Goede of minder goede B-creators, etc. Ik moet ze respecteren. Er was laatst een beef tussen Remsen. Kennen jullie Remsen? Nee, zeg niks. Nou, er was laatst een beef tussen een veteraan hip-hopper. En iemand die nog niet, laten we zeggen, zijn weg probeert te vinden in de hiphopwereld. En die gaat dan een diss schrijven tegen de zogenaamde veteran. Doe je niet zo. Doe je gewoon. Die jongen heeft jou niets gedaan, die jongen heeft zijn sporen verdiend. Maar als je dat gaat doen, verwacht wel dat die niet alleen met die andere jongen weer harder terugkomt. Maar verwacht ook dat anderen in de bres gaan springen voor die veteran. Of ze nou goed vinden of niet goed vinden. Je hebt je sporen verdiend daarin. Je hebt je respect verdiend. En het respect wat je moet hebben, is het feit van jongens, oké, als ik het ergens niet mee eens ben, prima, dan zeg ik het. Maar hou het gewoon netjes, hou het gewoon normaal. Want wie ben jij nou? Als je naar voren treedt en je zegt, je bent een man, ga maar dan lekker naar Amerika, laat maar zien wat je gedaan hebt, dit en dit en dit en dit en dit, en kom dan terug. Maar als je gewoon op de rug van iemand anders je positie probeert te pakken, dan ben je ons aan het verkeerde adres. Nou. Alles wat wij geschreven hebben is gebaseerd op het feit op respect. Alles wat er om ons heen gebeurt, onze insteek, blijft gewoon. Jongens, alles wat je doet, moet gewoon gebaseerd zijn op respect. Als dat er niet is, dan heb je gewoon een probleem. Als dat respect er wel is en de ego's zijn gewoon check, dan zie ik ook gewoon heel mooie dingen van gebeuren. Wij kunnen heel veel actieven, hebben heel veel artiesten geholpen daarin. Andere artiesten denken ook wel naast, hè, die onze filosofie gewoon begrijpen. Die geven dat gewoon door naar hun leerling, naar hun communities, et cetera. Maar het moet tastbaar zijn, het moet niet iets zijn wat ingegeven is vanaf het eerste ogenblik. Dus
En dat punt dus van ik wil dat ik dit doe en jij moet wat voor mij terug doen. En als ik dat niet krijg, weet je, dan ga ik dit terug op mijn oude wijze. Nee, wij investeren en zeggen denk het nou over de boodschap en kijken wat dit uiteindelijk kan betekenen voor jouw maatschappij. Ja. Een van onze optredens, zoals je ziet, wij gaan 100% voor. Dat interesseert me niet of er 5 mensen staan, 5.000 of 50.000. Wij gaan gewoon 100.000%. Een van de mensen die daarin staan, nou ja, goed, de namen zijn niet belangrijk om te noemen, maar een van die personen die op een ander tijdstip, een lid van zijn groep was dan moeilijk aan het doen, nou, die hebben we eventjes netjes op hun plek gezet. Want als wij met z'n allen, tenminste Soekie en ik, je alle kansen geven, om je dingetje te doen. En wij moeten ook op die avond optreden. En je gunt ons niet eens om ons dingetje te doen. Dan ben je wel heel verkeerd. Heel respectvol. Dat vinden we wel een manier op het podium om je netjes op je plek te zetten. Maar goed, losstaand van het feit dat die afspraak gewoon doorgaat. Nou, de GR, de GR Movement. Wij komen overal. Proberen mensen te helpen waar we gewoon kunnen. Maar ook heel kritisch te zijn naar groepen. Naar andere MC's die inderdaad alleen maar kak verkondigen, die alleen maar het over hozen en bitjes hebben. En daar zijn we geen graag geziene gasten, want we vertellen je gewoon wat er staat. Want als jij nu aan de maatschappij teruggeeft, als jij aan de jeugd kan doorgeven dat er niks anders is dan hozen en bitjes en whips en weet ik allemaal niet wat, dat verdien je niet om MC's te zijn. Tenminste, dat vinden wij. Dan leg je je ding doen, maar zorg ervoor dat je niet als voorbeeld wordt opgesteld voor de maatschappij. Daar staan we in principe voor. Soekie. Zegt het iemand wat? DJ Lopro, Vrouwing? Ja? Goede vriend van ons. Jarenlang met ons opgetreden, trainers. Af en toe nog op. Ook hij is de persoon die vanaf het begin bij ons is geweest. Ook in de movement gelooft. Ook in de simpele boodschap, GRPGR gelooft. En ook wel waar hij komt. Met zijn workshops. Met zijn geeks ook hetzelfde proberen te doen, terug te geven aan de maatschappij. We hebben met z'n allen gewoon zoveel verdiend. Of het nou geld is, of het nou fame is, of het nou wat dan ook. We hebben gewoon zoveel verdiend aan jullie. En aan de mensen die voor jullie kwamen. Het is gewoon tijd om terug te geven. En daar geloven wij voor. Ik was ziek. Kent iemand? Zo'n aan de linkerkant? Ja. Oké. Nou, dit vooral. Dit is eigenlijk de krachtigste slide die erbij zit, want wij zijn niet belangrijk hier. Tijd geleden. Dr. James is al jaren onderdeel van de Sharpshooters. Een van de krachtigste crews die ik sinds jaren ken. Britcore. Ik weet niet of je zijn platen kent. Dus bij zijn oldschool disco-restaurant. Ja, klopt. Ik vind het super. Al jaren zijn we al hele goede vrienden daarin. We komen elkaar tegen, we respecteren elkaar enorm. Op artistiek niveau erin. En dit is een van de laatste keer dat we samen in de studio waren, samen met zijn DJ erbij, pak ik een plaat erbij en ik geef hem even respect. Ik hoef hem geen respect te geven, want ik heb veel meer verkocht dan hij. Wie is hij dan? Maar ik, ja, en Soekie, wij staan ervoor, ongeacht wanneer wij samen zijn hier, dat interesseert ons gewoon niet dat wij hier verkocht hebben in jullie. Dat wij hier groter zijn dan jullie. Ik zit jou in de spotlight. Door dat te doen, op die avond, verbaasden wij. Ik denk een jaar, anderhalf jaar later, geef ik een belletje. Hé, ik weet daar en daar, nou, die scheen. Zouden jullie hier een workshop willen doen? Respect. Je geeft het en het komt terug. Easy. Dat is respect in de praktijk. Wat heb je over doel? Het heeft ons toen wat gekost. Je zet hem in de picture. Hij is de man. En het komt weer terug. Dat gebeurt niet bij iedereen. Maar de mensen die voelen en gewoon snappen, zonder misschien achter de boodschap te staan, die hebben het door van, waarom doet hij dit nou voor? Weet je, hij staat in de spotlight. Hij hoeft dit niet voor mij te doen en hij doet dat. Wij hoeven dat niet te doen voor hem. We hebben het gewoon gedaan. En zo kom ik terug en zo zijn we bezig om het andere dingen terug te gaan. Want hij snapt, hij voelt het, weet je, hij snapt. Op deze manier zijn we hier teruggekomen met die schaap. Oké, dat is pas. Nou, deze naam moet je natuurlijk even googlen of YouTube, of je zoekje heeft haar ontdekt.
Starlight is haar naam. Het is een van de rauwste MC's, die ik in de afgelopen 25 jaar in Nederland heb gezien. Ze gaat ontzettend hard. Ze had met ons opgetreden in Delfzijl. Stond er ook zwaar achter de boodschap. Maar ja, dit is iemand die in de gaten moet houden. Zij is een MC die niet over hoes en guys en dudes en rims. Dit is echt een rauwe MC die over de maatschappij is. Tenminste, veel dingen vanuit het eigen leven en naar voren proberen te halen en weg proberen te blijven van de commerciële zaak. Goed, dit is een vriend van mij, Eindhoven. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven, zoals we zijn. En een graffiti artist, daar hebben we de bekendste daar, is Ashwin Amoord. De laatste paar jaar is erachter gekomen dat we echt bezig zijn met de GRPGR. Want ik zei, als respect heeft hij zijn piece daar neergezet. En die piece die staat er nog steeds. Er is niet overheen gespoten, er is niks mee gedaan. Dus dat respect van anderen, om er niet overheen te gaan, dat staat er nog steeds. Dat zijn dingen, want hij hoefde dit niet te doen voor ons als artiest. En andere artiesten hoefden niet deze piece te respecteren. Je kon er makkelijk eroverheen gaan, weet je. Dus ook dat is een onderdeel van GR to GR. Als je in ieder geval goede contacten hebt met mensen, mensen snappen wat je wilt. En snappen wat je doet voor de maatschappij, dan doen ze wat voor je. Maar ook anderen leren dat te respecteren. Sorry. Nou, dat is een hele vage van het optreden, maar ik wil skippen. Nou, oh ja, Suki had hier een mooi verhaal. Dat is een van de zoons van een hele goede vriend van ons, een DJ. Wat had je daarover verteld? Dit was een festival, een tweedaagse festival in Leeuwen, Nonetheless, die over net zelf bijdoet. En dit is de zoon van die jongen die ook bij ons af en toe DJ's. En normaal wat je zelf hebt bij je ouders, je weet niet wat je ouders leuk vinden of wat hun bewegingen zijn. Dus hij probeerde al jaren bij zijn zoon zijn ding uit te leggen. Ik ben hip-hop DJ, ik zit bij de Super Nation en dit en dat. Maar dan ging de ene oor in de andere uit. Tot hij dat een workshop van ons had gedaan. Die wist zich in één klap, dat is het. En dat is ook eigenlijk precies van, als wij gewoon de basistechnieken en de dingen van respect van uitleggen in de zin van, je kan het meenemen, begrijpen, het geven door. Was bij hem mijn zoon van, ja, niet begrijpen waarom mijn vader zijn dingetje doet. En dat was gewoon een hele mooie, mooie happening. Absoluut. Let's go. Nou, dat was een van de laatste keren dat we samen naar een festival waren gegaan. Nou, wat het minder leuke was van dat festival, dat er dingen gebeurden op het podium waar wij het niet mee eens waren. Met name de manier waarop battle raps gevoerd werden. Het gaat mij niet in eerste instantie om battle raps, maar dat zul je altijd houden. Maar de manier waarop het zo persoonlijk werd gemaakt. Dat degenen die in die battles bezig waren, gewoon geen schaamte meer kenden. We moeten dit, jij moet dat, we moeten dit, luister, dan moet je niet bij ons aankomen. Naar de punch-up battles van de Excellence. Van de Flitsboom en al die battles. En dat had niks meer met skills te maken. Want als je skills hebt, kun je dat laten zien zonder zover, laten we zeggen, zaken persoonlijk te maken. Laat ik het zo. Dan ben je gewoon weg. Van het werkelijke pad waarvan ik denk dat je als artiest zou moeten zijn. En ze hebben het niet fijn gevonden, hebben flink wat kritiek op geuit. En dat is ons goed recht. En daarmee proberen we ook artiesten aan te geven van jongens, iedereen is een artiest tegenwoordig. Het is gewoon heel makkelijk. Iedereen kan een artiest zijn, artiest noemen. Je een miljoen hits op YouTube en je bent zogenaamd artiest. Maar waar sta je voor? Waar sta je voor? Heb je er wel door als je elkaar zo staat te dissen, want dan krijg je automatisch, krijg je binnen zo'n groep of binnen zo'n omgeving, krijg je twee kampen. Krijg je, dan roept dat meer geweld op. Want op een gegeven moment, als die battles op die manier gewoon doorgaan, met blijven dit en dat, mensen worden gewoon agressief. En snap je nou de kracht die je hebt als artiest? Begrijp je nou wat je nou aan het doen bent, door op die manier op elkaar in te gaan? Dat is de bewustzijn die wij willen creëren. En dat is de kritiek die wij op dat ogenblik uiten. Dat is persoonlijk op welke manier dan ook. Dat je zegt, denk even erover na. Je wilt jezelf actief doen, maar denk erover na wat, dat je acties gewoon meteen consequenties hebben. Want je staat gewoon in de spotlight. Je hebt die microfoon en duizenden mensen zien je. En zo is het dan. Ja? En je keurt het gewoon op die manier goed. En er staan kinderen van 14, 15, zelfs jongeren stonden daarbij.
En die moeten het allemaal aanhoren. Mensen met gezinnen, iedereen komt erbij. Oh, zo, dit is dus hiphop. Ja. Zo moet het dus zijn. Dit is dus hetgene wat hiphop is in Nederland. Ja, en zelfs de lokale politie die er was, die stonden echt erbij van, dit kan gewoon niet. Ja. Omdat het een open festival was en gesubsidieerd van de gemeente was, konden ze gewoon niets doen. Maar het geval dat gebeurde, zet ons als oldschool wel een verkeerd beeld van, ja, is dit hiphop? Ja. Maar er gingen gewoon woorden uit hun monden en denk ik van, nee, kom op. Kijk, alles wat je binnen huis doet of op internet, waar hier geen schade doet, maar dit was eigenlijk een ding van, ja, zo'n open festival, als je dat in bezorgd kring wil doen, niet op een open festival waar gezinnen, kleine kinderen rondlopen, maar heel erg beïnvloedbare jeugd gewoon naar je staat te luisteren van, oh, zo moet het dus, weet je, dit betekent het, dat maakt me niet uit, zeg ik wat meer over jouw moeder en jouw vader en dit en dat en bla bla bla, en haar onderdelen en bla 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 bla. Dat heeft niks meer met dit op te maken. Het heeft puur met ego-feit te maken, het heeft puur te maken dat je als artiest niet nadenkt over wat je zegt en over de consequenties, en daar staan wij voor. Was de laatste. Oké. Okay. Nou, dat was een klein beetje een indruk van wie wij zijn, wat we doen en waar we voor staan. Hebben jullie misschien vragen nu? Zeg eens. Maar het is volgens mij wel zo, want dit komt inderdaad dat je ergens staat en je moet bestemming hebben en zo. Volgens mij is het wel vanaf het begin dat dit ook wel gewoon een soort van stoere uitdrukking heeft. Absoluut, absoluut. Er is niks mis mee. Er is niks mis mee, want inderdaad, vanuit het stoere element is het begonnen. Er is niks mis mee om je stoer voor te doen. Maar als jij als voorbeeld fungeert voor de jongeren, ja, en naast dat stoer doen niks laat zien, van jongens, welke van de rappers tegenwoordig in Nederland, ja, die komen gewoon naar voren en zeggen, jongens, van al die hozenbitjes waar ik het over heb, hoe zit het met je opleiding? Hoe zit het met alles wat er om je heen gebeurt? Weet je dat er bij 400.000 mensen in Nederland, sorry, kinderen in Nederland onder armoedegrens leven, etcetera, etcetera, etcetera. Wat doe je dan? Dus het gaat er mij niet om, je hebt je artistieke vrijheid, daar kan ik niks over zeggen, daar kan ik niks aan doen. Je hebt je vrijheid van meningsuiting, daar kan ik ook niks aan doen. Maar zodra jij in de spotlight staat, heb jij de verantwoording af te dragen, niet alleen maar naar jezelf en naar je eigen ego, maar iedereen om je heen. En dat is hetgeen wat heel veel artiesten gewoon vergeten. En dan claimen ze artistieke vrijheid. Dan je dan niet zo maar te zeggen, wat voor wat. Nee, dan had je wel het spotlicht moeten aannemen. Want jouw fans die kopen wat jij verkoopt. En als jij verkoopt dat het goed is om zo over iemands moeder te blijven praten, dat het goed is, dan heb je totaal geen aandacht te besteden aan de maatschappij. Maar alleen maar aan mijn shit dat ik in jou probeer te pushen, ja, ben je gewoon verkeerd bezig. Dus die balans te vinden tussen vrijheid van meningsuiting en. In terms of accountability, you know, what are you saying? You know, why aren't you accountable yourself, as you're saying? You're an artist. Je bent een artiest, maar je wilt geen verantwoording afdragen voor hetgene wat je zegt, hetgene wat je doet. Terwijl jij als fan, de minste beïnvloedbare fan, ja, heel snel gewoon accepteert wat die persoon zegt, of het nou bewust of onbewust is. Goeie vraag. Wat dan? Ja, hoeveel, hoeveel mensen nemen dit ook echt daadwerkelijk? Ik zou het niet weten. Wij proberen, laten we zeggen, overal waar wij komen, proberen we dat te toetsen. We hebben een groep opgericht, dat heet Facebook GR to GR. Dat is in principe gewoon een open groep. En daar proberen we onder meer, overal waar wij kunnen, elk kanaal waar wij bezig kunnen zijn, bewustzijn te creëren. Want het is niet makkelijk om zo te leven. Vooral niet als artiest. Want je zet hem wel neer in het boek, hè? Want heel veel boekers en grote maatschappijen, die willen helemaal niks ervan weten. Die willen gewoon een product wat ze kunnen verkopen en kunnen wegtrappen wanneer het gewoon op is. Punt. En dit is niet iets wat je makkelijk kunt verkopen, niet aan jezelf, maar ook niet aan je fanbase, maar gewoon niet commercieel waardig is. Ja, ik bedoel, dus het is een hele harde keuze om het op die manier te doen. Ze zijn groeiende, de afgelopen, ik denk, 2 jaar of zo, is onze groep heel erg groeiende in die GR-circus. Maar het gaat gewoon gestaag. Maar er is wel een kentering nu plaats, want met alle respect, MC's staan er echt niet in de dozijn. Weet je, binnen een dag heb ik iemand, oké, ik noem je MC, ik leer je dit en dit, dit. Ja, camera's achteraan, bam. En ik push je marketingbudget achter je en jij bent het zo. Dat is heel gemakkelijk. Maar ze zijn er echt niet in de dozijn nu. Dus we zien wel langzaam een kentering in het feit van, jongens,
waar staan jullie mee? Voor? Wat is jouw onderscheidend vermogen als zijn MC? Wat is jouw onderscheidend vermogen als zijn groep? En hoe kan ik jou op die manier vermarkten, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland? Want als je in het buitenland komt, al die mensen die nou al die mensen die hier, ik ben dit en ik ben dat en ik dat, gaan we naar Amerika. Als je denkt dat je hier een battle rapper bent, steek maar de grens over. Naar welk gehucht dat ook. En je wordt finaal afgemaakt in positieve zin op artistiek niveau. Want denk maar niet dat het niveau dat de meeste artiesten hier hebben goed genoeg is op het gebied van MC'ing om zomaar meteen aansluiting te vinden in, laten we zeggen, op Amerikaans niveau. Maar goed, dat ga ik misschien niet verkeerd in de kerk daar. Iemand anders nog? Ja. Als je dood wil worden, als je wil worden, dan wat je zegt, moet je het eigenlijk gewoon eigenlijk grootzaak zijn. Nou, ik beginnen. Dat hoeft niet. Ik zeg, ik heb het over hoe definieer je succes? Dat is wel belangrijk. Ja. Hoe definieer jij nou succes? Als succes voor jou is, hou eens een beetje, als succes voor jou is, ik ben pas succesvol als ik dat huis heb, of als ik die auto heb, fine. Dan moet je erachter zien te komen, inderdaad, wat je ervoor moet doen. En wat je ervoor moet doen, is nogal hard. Want iedereen wil die plek tussen aansteken. Zoveel mensen willen die plek gewoon hebben. En het is gewoon een hele harde maatschappij. Je wordt niet zomaar gegund. Je wordt niet zomaar advies. Je brengt niet zomaar door. Dat zijn heel offers die je uiteindelijk daarvoor zult moeten brengen. Maar als je succes anders definieert, ben je ook bij het gewoon doen, dan ben je ook daar succesvol. Definieer het gewoon anders. Definieer het gewoon anders. Mijn succes is bijvoorbeeld hier staan. Dat is mijn succes. Mijn succes is dat jullie nog gewoon luisteren en vragen stellen. Mijn succes is dat meneer Schreemels voor de tweede keer uitnodigt en dokter James voor de tweede keer uitnodigt. Mijn succes is dat René hier nog zit in plaats dat hij ons eruit gegooid had. Weet je? De manier waarop je ermee omgaat met succes is een hele belangrijke, ook voor je ambtenaren, ook voor je carrière. Nou, school, de wereld, etcetera, etcetera, etcetera. Want dezelfde elementen die je vandaag op de hip-hop hebt toegespeeld, op hip-hop hebt toegespeeld, zijn dezelfde elementen die je in de maatschappij blijft tegenkomen. Als jullie klaar zijn met z'n hier, kun je terughalen of whatever, je probeert een plek te vinden, een baan te vinden, wat dan ook. Ja, met een hoop hoeveel respect krijg je. Er zijn duizenden mensen die misschien dezelfde baan willen hebben. Ga je niet om. Ja, je krijgt daar een baan bij wie dan ook. Heb je meteen respect van de mensen om je heen, of je baas, of je chef, of wie dan ook. Jongens, dat is. Het komt op hetzelfde principe neer. En dat is hetgeen, het bewustzijn dat we creëren. Dat we zeggen, denk erover na, definieer je succes. Doe het op een respectvolle manier. En denk eens verder dan alleen maar jezelf. En wat vandaag de wereld voor jou kan betekenen, in plaats van nu. En zelf heel veel dingen ontdekken. Want in principe, omdat wij eigenlijk meer als producten zijn geweest in de industrie, want dat is voor ons de industrie. Je wordt behandeld als een product. En die dingen die wij vertellen door de instanties, dus de labels en de platenmaatschappij en de boekers, die willen ons vooral niet horen. Alleen om jullie te waarschuwen, doe niet dit, doe niet dat. Want de meeste mensen die eigenlijk in de scene zijn, zijn eigenlijk mensen die eigenlijk een beetje meevolgen, een beetje bijgaan, support. Maar ze hebben toch gekozen, als ik naar die workshop ga of naar die school, ben ik zeker dat ik weer heb gekomen. Maar ja, je moet wel heel veel dingen in doen, een beetje grof gezegd. Maar je hebt niet de keuze van, wat kan ik doen out of the box? Ja. Waarom moet ik ze per se in het Nederlands hebben? Of ja. Doe gewoon iets wat een ander niet doet. En dat is gewoon heel cruciaal met alles wat je doet. Als het gewoon anders is, ben je opeens niet goed. En heel soms, wat ik dan doe, dan ga ik naar de mensen toe. Als de oppositie is, kraantje pakken, dit en dat. Ik groet ze gewoon waal, dit en dat. En het is eigenlijk ook meer van, we gaan het over hebben, gaan we zakelijk praten. Kijk, als ik zakelijk ga praten, ben ik gewoon de lul. Maar als we over artistieken neer gaan praten over ik ben anders dan dit en dat. En niet eens de plek ben je niet gewoon. Dan denk ik van, nee, daar ben ik niet goed bezig. Want het is eigenlijk zo erg, ik woon in Amsterdam. En elke dag probeer ik gewoon Groningen te verdedigen. En zien van, hier komt het vandaan. Ja. En dat is eigenlijk zo meer van, wat wij eigenlijk willen te zeggen van, je bent niet verplicht om een persoon die op tv zo moet zijn. Je kan wel een voorbeeld hebben, iedereen heeft een voorbeeld. Ja, maar hoe is het mooi bijvoorbeeld als je als Johan Cruijff als voorbeeld neemt, die trucje wil ik leren. Dat heeft iemand ook gedaan, maar ik denk als ik die trucje zou iets anders doe, dan heb ik wel een voorbeeld, dan ben ik toch niet anders. Want dat krijg je met producten. Hè.
product A die moet weer B zijn als product B. En dat is eigenlijk meer van ja, het waar ik altijd zelf ervaar, het onbewuste hersenspoelen. Dus het is wel goed, maar dan heb ik echt zo van waarom zou je daar mee beginnen? Want dat je ziet totaal andere talenten hebben. Dat volg je met onze workshops. Mensen zien ons bezig, horen ons verhalen, maar opeens uit het niets. Dan om even drie talentjes eigenlijk ambitie maken, vind ik ook leuk. Dat is eigenlijk meer zo van, ja, dingen exploiteren, dingen onderzoeken. En dat was ook vorige keer dat eigenlijk iemand was een beetje op de tenen getrapt dat wij niet naar de ambities gaan. Ik check ze wel, maar ik heb eigenlijk zo'n gevoel van, dat is hun dingetje. Hun zijn zakelijk bezig, ik ben eigenlijk bezig met het assistieke en de dingen te geven van, oké, jij wilt graag doorbreken, dit kan je doen. En heel veel mensen hebben daar geholpen, maar oké, jij bent een topnoos. Ik heb het voor die jongens gewerkt, ik weet precies hoe het gaat. Je moet de hand in je tekenen en je bent absoluut vrijheidsbaar. Is dat wat je wilt? Ja, keuze. Ja. Dat is een manier waarop je succes wil definiëren. Welke offers je daarvoor brengt. Ik weet niet, wat zijn bijvoorbeeld jullie plannen? Voordat we dadelijk naar het live doen gaan, we hebben nu wel heel veel gesproken. Ik zou er ook een beetje meer van worden. Wat zijn jullie plannen? Wat willen jullie worden? Later. Misschien een hele moeilijke vraag. Wat? Ik zie jou met je Philips DJ, wat wil jij dan dat je een artistiek richting aangepakt? Ja, ik ben met een andere jongen in mijn klas. Ja. We zijn heel erg bezig met de filosofische te krijgen. Ja. En ja, gaan we gewoon bezig. Oké. Okay. Maken jullie muziek? Of ben je muziek of wat? Wat wil dat ja, doen? Ja, we maken beats. Ja. Ik heb wel mee. Oké, okay, wat schrijf je ook? Flauwe spel. Ja, het is. Meer gewoon, jij gaat niet zeggen hoe je het leven of zo, maar ook nog ja. Schrijven. Ja. Maar, over meer gewoon wat we, hoe we proberen succesvol te worden. Ja. Want dat zijn vooral waar we mee bezig zijn, dus dat zou gewoon nog schrijven. Waar heb je het voor over om bekend te worden? Dat is wat jij kan, want ik heb het internet zijn kan. Ja. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Nee, snap ik, maar wat heb je voor ogen om bekend te worden? Oh, nou, vrij veel. Oké. Openbaar naar ziek te zijn, dat school niet belangrijk en muziek wel. Dat je eigen niet de kans hebt dat er niks wordt. Dat zijn de keuzes die wij hebben gemaakt. En nu zitten we jou een beetje te voor te richten van, doe je school en dan de rest. Ja, ik doe school. Meer. Ja, maar dat vind ik heel eerlijk van je. Dat vind ik heel, en dat waardeer ik. Dat vind ik heel eerlijk van je. Ik ken de situatie. Maar, ik denk, ik maak niet gewoon middelbare school af. Ja. Ik ben er ook aan het volgen. Ja. Dat is nog een feit. Dat is een beetje zonde om te stoppen of zo. Ja, nee. Dus zonde hoor, als je op je 43 bij Kentucky Fried Chicken moet gaan solliciteren. Zonder, ik bedoel, het is een keuze gewoon die je maakt. Heel simpel, weet je. Als je een dik artiest wordt, als je niet slim met je geld omgaat, die je vrienden hebt, dan kom je echt op je 43 en welkom met KFC, we do chicken right. Weet je, we do chicken right. Dan kun je nog steeds ontdekt worden, maar dat is een keuze, dat is jouw pad. Daarom zeg ik, want we kunnen erin dat je er zo insteekt. Maar onze insteek is zeker over na. We kunnen niks pushen, we kunnen niet op. Beoordelen, veroordelen daarin, maar denk erover na. Want onderwijs, en het, ja, het klinkt gewoon corny, maar ik weet het gewoon, ik heb 25 jaar zo gewoon proberen dat ik eruit gestapt ben om terug te komen naar die vrouw. En ik wil niet weten hoeveel baantjes ik verloren ben tot op het moment, tot op het punt dat waar ik nu beland ben. En dan kom ik 20 jaar geleden al zeggen, punt, klaar. Als mijn opleiding al afgemaakt. Heel simpel. Ja, ik ben natuurlijk wel geprobeerd. Ja, nee, daarom zeg ik het ook. Het is jouw leven, het is jouw pad. Maar ik zeg alleen maar, hetgeen wat wij jou mee kunnen geven is, dat een plan B en een plan C toch wel kan helpen. Ja, in het leven van het pad. En gelukkig ben je gewoon jong. Dat wel. Weet je, maar zodra de jaren verschijnen en Amerika klopt niet aan, dat heb je nieuws blijven tegen. Ja, vrienden, de vast en nou en bla bla. De levenssituatie veranderd. Dan zeg ik, welcome to KFC. We do chicken right. Snap je, denk ik ook. Hé, toch, dat gedeelte. Iemand anders. Wat wil je worden?
Niks? Aan de loppers? Ja. Nee, ik heb je ziet het. Je ziet wel. Ja, ik weet niet echt. Ik wil wel internationaal wat ik vind. Cool. Nee, het zit op de markt goed. Het zit op de markt goed in dit. Als er ergens al respect gesproken die te worden is, dan op internationaal kunnen die nu komen. Dat is weer een heel ander onderwerp daarin. Nogmaals, we wilden jullie alleen maar meegeven, vanmiddag doen wij er gewoon in staan. We sluiten af voordat we overgaan naar het respect dat wij hebben voor Groningen. Respect dat wij hebben voor deze school en de leraar. En geen mag in de maan gezegd. Ik wil een vraag. Ja, zeg maar. Hebben jullie ook meer snuffels van hip-hop of zijn jullie gewoon oldschool gebruiken? Oldschool? Welke kant van het hip-hop jullie ook in? Waar je meer oldschool? Nou, ik ben altijd oldschool gebleven, maar dat neemt niet weg dat ik niet naar New School luister, maar ook heel veel met New School artiesten spreken en daarvan probeer te leren. Dus het is niet zo van oldschool is goed en New School is slecht of vice versa. Ik sta gewoon open. En soms hoor ik New School artiesten en denk ik, in die verhaal denk ik, ah, ja, geweest. Dat is van ons. Nou ja, bijvoorbeeld de Starlight, die ik net liet zien. Toen ik haar voor het eerst hoorde, denk ik, damn, ze bracht iets in me terug, zoiets van, hé, hey, ja, die honger. Soms hoor ik aan artiesten, ja, waarmee ze gewoon bezig zijn zonder dat ze het gewoon zeggen. En dat herkende ik ernaar. En ik had zoiets van, ja, je hebt gelijk. Die honger, op dat niveau, moet weer terug in mij trouwens. En dan ben ik weer andere nummers gaan schrijven, op dat is iets wat andere manier. Dus New School beïnvloedt mij gewoon zeker daarin. En dan moet je ook gewoon open, voor openstaan, er is geen juiste manier. Je bent artiest en wat jij doet op artistiek niveau, ja, daar kan ik niet over oordelen of het goed of slecht is, maar ik moet er wel voor openstaan. Want als ik er niet voor openstaat, ja, dan leer je niks. Dan proberen jullie wat te leren, maar als je niet voor openstaat, ja, boeien. Maar wat jij bijvoorbeeld met mij doorgaat, daar leer ik gewoon van. Nee? En dan moet ik gewoon eerlijk zijn en respect aan jou geven dat ik er wat van leer. Jouw openheid. Dat durft niet iedereen te doen waar een andere leraar bij zit. Ja, dat is respect. Dat is ook met de 40 jaar hip-hop. En we weten altijd. Dus het hip-hop. Ik beleef altijd met de vier elementen. Als ik bij een nieuwe muziek, de manier van swag of whatever. Als ik de vier elementen in herken, is het voor mijn gevoel dat het gewoon goed is. Maar omdat heel veel mensen gewoon gefixeerd zijn aan het product en het moet verkocht worden, vergeet je gewoon, ja, zeggen de elementen. Dus net als je met dingen gaan maken met brood. Je kan brood op een ambacht manier maken, of een brood maken op een machinefabriek manier. En dat is eigenlijk ook meer van wat ik ook tegen de kids zeg van, oké, jij zit in de swag of je zit in die vorm, maar check je ook de swag van de andere kant. Dus het is zo met als de opper zit, een kraantje papie en Gers van Doel, er zijn absoluut mensen die commercieel bezig zijn, maar als je hun dingen gewoon hoort, die eigenlijk niet voor de radio, ja, vatbaar zijn, dan ga je toch dingen ontdekken. Dat is ook dingen wat ik altijd probeer mensen uit te leggen van, maak gewoon een keuze, ga dingen experimenteren, wees gewoon vreemd, dus nooit ga je dansen op je hoofd, dit en dat, maar wees gewoon speciaal. Het is altijd leuk als een A-product is zijn, maar het is leuker als je een Z-product bent van, oh ja, dat is wel dezelfde manier. Dat is wat ik zeg met heel veel mensen van opleidingen. Ik heb heel vaak jongeren begeleiden die toch naar een hip-hop school gaan. En die hebben, ja, ik heb een rapdiploma, ik heb een Duitse zus en zo gezegd. Ga je nu naar Albert Heijn en ik wil nu dat je gaat solliciteren dat je een baan krijgt. Maar een jongen van de VWMO, die wel een normaal diploma heeft, die wordt eerder aangenomen dan een rapdiploma van die kant. Het heeft nog geen status. En dat is ook eigenlijk waar ik mee bezig ben met de Soonation, te zeggen van, het bestaat 40 jaar, maar het heeft nog geen status als rock and roll of jazz. Dat eigenlijk is van, oh ja, dat zijn mensen die eigenlijk kunnen zijn. En dat is soms voor jeugd soms te moeilijk, ja, hoe je zegt, te zeggen. Maar vooral, wat ik altijd soms een stapje verder ga, ik ga ook meestal naar de ouders van de persoon. Want dan heb ik altijd, als ik iemand begeleid, dan heb ik echt zo van, ik wil je graag helpen, maar ik wil ook je moeder, je ouders, broer en zus kennen. Ik krijg hun over de vloer of ze komen bij de opleiding van ons en ze weten niet wat ze zien. Tot wij de dingen gaan vertellen, hebben ze opeens een vertrouwen van, oh ja, dit kan het worden. Want het is wel heel belangrijk van, hoe meer invloed je hebt van anderen af en van buiten, dat je zelf meer de zekerheid krijgt van, oké, dit is mijn talent, dit kan ik doorgaan. Want dat is wel heel belangrijk in Nederland. Er zijn zoveel dingen die begeleid worden, dat zijn allemaal begeleid door de instanties. En met instanties van
word je hip-hop, word je breakdance, word je dip. Ik vind dat heel goed, maar ik ken heel veel jongens die dat workshop geven, waar zelf wat bij doen. Die krijgen een potje en dan zeggen van, wow, wat gebeurt hier? 80% gebruik ze zelf en 20% gaan een potje. Dan heb ik echt zo van, nee, ik ben niet goed bezig. En als daar mensen op de ouders achterkomen, heb ik echt zo van, dan ga ik liever naar Ramsey en mij luisteren. En die zeggen eigenlijk meer knowledge van, oké, dit zijn je keuzes en dit kan je doen. Doe het maar gewoon, maar als het gewoon niet wordt gezegd, houd het gewoon op. Maar waar ik wat anders heel vaak tegenhouden van, bij de topnotes, bij de Jiggy J's, noem maar op, echt zo van, oh, dan zoek je ook niet, om zeker app te bakken. Dus we hebben de app te bakken geweest, maar ik wil gewoon jouw support geven van, oké, jij bent bezig met commerciële dingen bezig, ik ben met underground dingen bezig. Hij weet niet eens waar we bezig zijn, maar ik weet wel meer dingen als hun. Dat geeft ook een beetje een soort onzekerheid van, oh shit, we zijn niet bezig. Want dat is ook eigenlijk met je mainstream, hè. Je moet eigenlijk je commercie en je guerrilla technieken eigenlijk 3 stappen voor zijn. Ik ben meestal 10 stappen voor, omdat ik eigenlijk iemand ben van, oké, dat is een nieuw talent. Maar die weet zeker over 2 maanden dat we gesigned top was. Maar jij was toch een vriendje van D&D en is dat bij die school. Dat is ook eigenlijk je voorkennis voor opleiding wat je doet. En zelfs, ja, nu, ook met scholen, je hebt gewoon een pakketje. En dat pakketje, als je dit doet, is het goed. Maar vroeger ging je met je ouders, ging je die open dag, ging je die open dag, die open dag. En dat is ook met je muziek maken. Dat is ook met alle soorten dingen doen. Met je sport en met je dingen en je keuzes maken. Tot slot, 2 dingen meegeven. We zijn heel even bezig met de campagne Strijd tegen kinderarmoede. En wat vandaag gezegd, jongens, we gaan niet ons goed doen aan jullie opdringen. Maar we gaan jullie wel vragen, dat is een contact dat we met jullie leraar afspreken. En onze video wordt gewoon gedoneerd aan goed doen. En we graag met jullie erover na gaan denken van wat goed is dat. We spreken met de leraar, ze weten er gewoon van, dus de deal die wij gewoon hebben, maak het gewoon kenbaar. En denk erover na wat het betekent. Dat is het. Dat is het enige wat we hier willen meegeven. 20 november is laten we zeggen, internationale dag van het recht van het kind. 23 november en hebben wij een grote radio-uitzending, hip-hop-uitzending, waar heel veel artiesten gewoon samenkomen. Dat is hier ook in Delfzijl. Dat is een 2 uur durende show. Dangerous on Radio is dat. Daar zullen wij live aanwezig zijn. Als je zin hebt, luister. Zo niet, zoek ons even op Facebook of Google. Het is GR2GR. Makkelijk vindbaar. No problem. Andere vragen? Of wat heb je van gevonden tot nu toe? Nuttig? Ja. Verwacht, laten we weer gewoon als jullie verwacht hadden. Of heb je er weer zaken uit gehad waarbij je zei, nee, het is totaal anders. Ja, met Brody. Ja, dat is zijn ding. Alright, hey, kom je deze kant op. Kijken wat live kan doen.